We gaan overschakelen naar Nijmegen. We gaan naar Ludwig van Mulier. Ludwig, goedenacht. Goedenacht, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara. Ik groet u vanuit Nijmegen. Het is aardig koud en Nederland bevindt zich in hartje winter. Dus Surinamers die zoeken het warmste plekje op. Hoewel er genoeg mensen zijn die de kou vreselijk leuk vinden en enorme pret beleven buiten. En dat is ze gegund. Maar in ieder geval, ik zeg, dat geldt alleen voor mij hoor, Corona Guinty, ik heb het koud. Maar in ieder geval, ik ben er niet om het weer met u te bespreken, ik ben geen weermannetje. Maar ik hou me bezig met de politieke actualiteit in ons geliefd Suriname. En ik moet u zeggen, daar is weer van alles aan de hand. Maar laat me eventjes beginnen bij wat mij enorm heeft opgeschrikt en een beetje heeft verbouwereerd. Dat is een bericht dat vrij zeker op waarheid berust, want ik heb die beelden gezien van de social media, dat een vrouw zich heeft verhangen in het binnenland met haar dochtertje. Twee mensen hangen bengelend in de lucht dood en de bevolking stroomt toe om te kijken. Dat is Suriname anno 2020. Zelfmoord op een wrede manier, dat heb ik nooit eerder gezien. Moeder en dochter samen bengelend aan een touw. En ik moet u zeggen, het is te gruwelijk om te beschrijven. Ik heb sprekend met iemand, heb ik de beelden laten zien. Die persoon wilde eens kijken. Zo mensonterend, gruwelijk zijn die beelden in Suriname nu. En ik zeg u, het is wereldschokkend wat er in Suriname gebeurt. En ik dacht, laat me even stilstaan. We praten over de regerende coronapandemie in de wereld, wat een ernstige zaak is. En die we nauwlettend in de gaten moeten houden. Maar als je ziet hoe wij nonchalant met het leven omspringen in Suriname. En dat gaat natuurlijk, dus zelfmoord is een van de doodsoorzaken in Suriname, waar ik dus nu even het over ga hebben. Maar ook onze verkeerssituatie is alarmerend, dat wij zien hoe mensen op een heel overbodige manier, door nonchalance, door roekeloosheid, door gebrek aan verkeersfatsoen, door onvoldoende kennis van het Surinaamse verkeer en door tekortschietende rijvaardigheden eigenlijk overbodige doden veroorzaken in het verkeer, dodelijke aanrijdingen, waarbij zelfs in de kom van de stad, waar je eigenlijk niet harder mag rijden dan 50 km per uur, er auto's over de kop slaan. Een van de laatste meldingen zijn dat in de stad, gewoon in de binnenstad van Paramaribo, een auto met een Frans kenteken over de kop is geslagen. En dan wordt er ostentatief wordt erbij vermeld dat die auto een Frans kenteken had. En alsof de Fransen over de kop gaan in Suriname. Maar ik wil de mensen eventjes eraan herinneren. Je kan een auto hebben met een Russisch kenteken in Suriname, maar er zit een Surinaamse dommerik in die auto. Dus, of een Surinamer heeft dat mogelijk gemaakt. Dus we moeten die schuld niet naar anderen verschuiven. En dat zie je dan in die berichtgeving. Dan wordt de nadruk gelegd op dat een auto met een Frans kenteken over de kop is. Terwijl die is toch tegen iets aangekomen wat Surinaams is. Die bevindt zich toch in een Surinaamse aangelegenheid. Denkt u dat men hier en in Europa of in de hele wereld zin heeft om, wanneer er aanrijdingen zijn, voorop te zetten welk kenteken die auto had? Om daarmee, ik weet niet wat nog te suggereren. Daar hebben we het over de stand van de journalistiek, want daar kom ik ook op. Er is een oorlog onder Surinaamse vrouwen, topvrouwen. Wat ik heel spijtig en jammerlijk vind, dat de vrouwen het al zo moeilijk hebben in Suriname om in feite maatschappelijk
mee te kunnen doen en te mogen doen in die macho. In die macho-wereld. En dan zie je nu dat die vrouwen aan de top elkaar aan het afschieten zijn. En daar kom ik zo direct op, want het is een hele ernstige situatie in Suriname. Maar laat mij eventjes met de deur in huis vallen. Wat deze week de actualiteit betreft. We zijn medio in deze week opgeschrikt door een fake nieuwsbericht dat zogenaamd de president van Suriname, de vorige president, Venetiaan, zou zijn overleden. Het is een vals bericht. Ja, is gemaakt in het buitenland. En dat bericht heeft eventjes kort gewoed, maar ik vond het toch nuttig om het even aan te halen. Op te wijzen hoe laag we gezonken zijn in Suriname. Dat de publieke opinie, ja, dat daar allerlei berichten in gedumpt worden door onverlaten, moet ik eigenlijk zeggen, door onverantwoorde burgers die zich het recht permitteren van alles en nog wat te schuiven op het internet, liefst onder een schuilnaam. Onder een schuilnaam worden er allerlei filmpjes vertoond waarbij Surinamers in onwelvoegelijke taal elkaar vies en vuil uitschelden en de vuile was buiten hangen. En dan gaat het mij niet zozeer om de vuile was, maar het gaat over de gebruikte taal, ja, de taaluiting en de overschreden ethische codes. Dus dat je een fake bericht maakt over het overlijden van een ex-president, vind ik zo ver gaan en een getuige van gebrek aan respect. Ja, en natuurlijk kon ik niet nalaten om dat ding te gaan onderzoeken even. En vandaar dat ik het even ter sprake breng. Namelijk, die fout tussen aanhalingstekens, ik heb twee oorzaken. Een goedertrouw en een kwadertrouw oorzaak. Laat me beginnen bij de positieve kant, dat het een vergissing zou kunnen zijn. Namelijk, er is een bericht gemaakt van een streaming van een interview van president Venetiaan naar aanleiding van de dood van meneer parlementariër Mahawat Khan, die overleden is in Suriname en waar iedereen om rouwde. En Venetiaan heeft daarover enkele constructieve berichten gelanceerd in een radioprogramma van ABC. En ABC die heeft die stream op het internet geplaatst met daarbij een foto van Venetiaan. En ik vind het een journalistieke fout. Het is ABC niet te verwijten, maar het is wel dat een mogelijke aanleiding zou kunnen zijn van een de laaggeletterde Surinaamse luisteraars die slordig kijken en niet goed lezen. En die hebben dus die foto van Venetiaan gezien. En onder die foto stond een zin. Ik heb die zin even geanalyseerd, want u weet, ik hou van taal. Ik heb het in dit programma vaak over taalspelingen, taalvergissingen. En dan wil ik hierop wijzen dat er onder die foto van Venetiaan stond er een kop, een beetje vetgedrukte kop, Venetiaan, dubbele punt, en dan had hij het over het overlijden van Mahawat Khan, die Surinaamse parlementariër die onlangs overleden is. En dan staat er nog het ene ander, want dat is is layout-technisch weggelaten. Dus wat je direct ziet is die foto van Venetiaan met daaronder Venetiaan, dubbele punt, overlijden. Als je een beetje Nederlands kent, dan is de vervoeging van doodgaan, van overlijden, is wanneer we praten over iemand die al dood is, dan is het overleden. En dan is het niet Venetiaan overlijden. Dus daar gelaten dat die persoon die dubbele punt over het hoofd heeft gezien, want er staat duidelijk Venetiaan dubbele punt, dus na Venetiaan etaki betekent dat in Nederlands. Maar wanneer je met een ongeletterde te maken hebt, maar die wel met zijn mobieltje op internet kan, dan schuift men van alles op het internet.
Dus er heeft iemand, een dommerik, die heeft kennelijk heel slapdig, toen hij wakker werd, dat bericht gezien van, met een foto van Venetiaan. Venetiaan overleden. En die is direct gaan bellen en dingen gaan doorgeven. Dat is een mogelijke oorzaak. Ja, ik zeg nogmaals mogelijk. We zullen nooit er te weten komen wat de bron is. Eigenlijk zo met medewerking van Facebook en internet zou je dat wel kunnen herhalen. Te achterhalen bedoel ik. Maar daarvoor is het feit te gering en het moment te laat. Dus laten we het maar laten schieten. Maar ik vond toch het zinnig om wat van te zeggen. En die tweede oorzaak die ik heb weten te achterhalen. Dus behalve deze die misschien een onvolkomenheid, ik wil niet zeggen een fout, maar een slordigheid of een tactische onvolkomenheid, dat wanneer je Venetiaan een in memoriam laat uitspreken over een overledene, dan moet je die foto van die overledene zetten in die layout, met daarbij dat Venetiaan, de ex-president, er wat van zegt. Dan was dit nooit gebeurd. Maar wanneer je die foto van Venetiaan zet, en ook in die kop Venetiaan, dat hij wat zegt. En mensen begrijpen niet wat een dubbele punt in een kop betekent. Dat betekent dat je iets gaat aanhalen. En nota bene aanhalingstekens. Betekent dat je iets aanhaalt wat een persoon heeft gezegd. Dan kan het nooit zijn dat die persoon overleden is die wat zegt. Dat kan niet. Dus er is heel slordig omgegaan met tekst. En die tweede oorzaak is gewoon kwade trouw. En dan wijs ik u erop dat er de laatste tijd schering en inslag is dat men grote scheldkanonades van Surinamers over anderen ik durf die woorden hier niet aan, maar het is allemaal bang, 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 bang wat je hoort. En dan is het olo, olo, olo. En alles bij elkaar, men verzint het en men gooit het op het internet. En er is een tijd, dit is niet de eerste keer. Ik heb dit in die 50-jarige ervaring die ik heb in de media van Suriname, 50 jaar ervaring, heb ik het verschillende keren meegemaakt. Het light af en toe op. Het is weer zo ver dat het in op het internet stikt van valse namen, bedrog, men zegt zomaar dingen van anderen. En vooral wat me stoort, dat zijn die valse namen. Die mensen die incognito, onder de naam van een vrouw. Je leest Elsje Vierdereltje, maar het is een man. En dan houdt men je ook voor een gek dat men dan een Hindoestaanse naam gebruikt. Waar gewoon een Creoolse man aan het schelden is. En meestal is het andersom, heb ik gezien. Dat men gewone algemene namen noemt. Er is zelfs een zekere Sven. Als je die naam ziet, dan denk je dat het een Scandinaviër is. Of iemand uit Denemarken. Maar het is gewoon een Surinaamse Hindoestaan. Dat zie je aan het taalgebruik. En alles die bij alle radiostreams langs gaat. En een comment plaatst onder die naam Sven. Het is hinderlijk. En dan moet ik u zeggen, het werkt contraproductief. Het werkt in een nadeel. Want die opmerkingen zijn zo dom soms. En zo absurdisch. En het taalgebruik laat zo vaak te wensen over. Men scheldt uit. Dat eigenlijk de gemiddelde leek, als hij dat ding ziet, dan ziet hij dat er weer eentje bezig is. Maar het is toch hinderlijk. En ik zie dat bepaalde mensen zich eraan ergeren. En het is de laatste tijd zo dat je ziet dat nu mensen met elkaar in discussie gaan op het internet over dat zij moeten gaan aangeven dat hun naam is gebruikt bij een postulaat waar zij zeker van zijn dat zij het niet het hebben gezegd. En dat is een vreselijke zaak. Dat je naam dus wordt gebruikt door die mensen die wangedrag vertonen op het internet en dan de meest gruwelijke dingen zetten onder naam van een ander. Dat is iets dat eigenlijk moet worden aangepakt. En dan zie je dat. En dat vind ik zo jammer. Dat zo'n goed ding als het ware als internet. Nu
moet worden benaderd om daar dat wangedrag van Surinamers te gaan beteugelen. Dus je moet gaan ingrijpen in dingen die in feite ten dienste hadden kunnen staan van de vrije berichtgeving, van de vrije journalistiek. En daar moet je nu een filter op gaan zetten, omdat wij Surinamers er niet mee kunnen omgaan. En ik vind het niet leuk om het zo te vergelijken, maar ik vergelijk het met wat men vaak zegt in het gewone spraakgebruik van een aap met een scheermes. Als je een aap een geavanceerd voorwerp geeft dat voor specifieke doeleinden is bedoeld, een scheermes, dan ga je ook zien dat die aap het scheermes op allerlei mogelijke manieren gebruikt, behalve om zichzelf ermee te scheren. Begrijp je? Dus dat is eigenlijk de Surinamers die de beschikking hebben over de social media, dat is het scheermes. En het is de Surinamers die over staatsmacht beschikken, dat zijn de regeringsfunctionarissen, dat die verantwoordelijkheid die ze moeten nemen voor de machtspositie waarin ze zijn komen te verkeren, dat veel en veel te wensen overlaat. Je ziet het, de manier waarop Brunswijk invulling geeft in Suriname, Brunswijk van de ABOP, aan de functie van vicepresident, te pas en te onpas wordt de nadruk gelegd op excellentie, terwijl de man gedraagt zich niet als excellentie, maar die man staat erop dat hij benaderd wordt als excellentie. Maar dat geldt ook voor onze president, die met grote stoeten auto's door de stad rijdt, en erop staat dat hij wordt behandeld als een president. Maar dan moet je ook de verantwoordelijkheid nemen om als een vader des vaderlands, als een president, er te zijn voor je volk wanneer het volk naar jou vraagt. Dus dat die president leiding moet geven aan die politiek. Wat niet gebeurt. Je ziet dat die president op zijn Surinaamse zegt, die man speelt schuiltje, amai tibiri tibiri. En hij heeft dat een beetje afgekeken van de vorige president, Boudergen. In stijl van optreden zie je dat Santoki gewoon in het kielzog gaat van de vorige president, Desi Boudergen, die er nooit was wanneer hij er moest zijn. Dat is een van die kenmerken en dat ziet die bevolking. Zodra er een beslissing moet worden genomen, een politieke beslissing, zodra er politiek leiderschap aan de orde is, van hoe leidt men in politieke zin, dan zie je dat die president afwezig is. Ja? En hij is aanwezig met allerlei aanstellerijtjes, met grote stoete auto's, volgwagens en verkeersstopzetten, dwars door een begrafenisstoet heen rijden. Ja? Dat soort dingen gebeuren in Suriname. Alleen maar om te laten zien dat de president langskomt. De president komt langs. Of de vice-president komt langs. Dan agro en sikkie. Maar er is eigenlijk niks gebeurd. En men gedraagt zich er niet naar in de politiek. Want daar kijkt men naar. Wat doe je met je politieke macht? Wat doet Brunswijk in het binnenland met zijn politieke macht? Welke aanvang heeft hij gemaakt met een clustering van de groeikernen en groeipolen in het binnenland, zodat die binnenlandse bewoners in het binnenland kunnen blijven en het binnenland kunnen opbouwen? Waar vindt er een verstedelijking plaats, wat men al lang heeft aangekondigd? Al lang hoor ik dat Atjoni gaat een Dubai worden. Welke aanvang heeft men gemaakt om van Atjoni een monsterplek van communicatiekanalen in het binnenland, dat is uitgegroeid tot, het woord monster heb ik niet gebruikt in de zin van een karikatuur van iets. Monster betekent ook het aanmonsteren, het aanmeren van bootjes, omdat in het binnenland bijna alles, als het gaat om communicatie, via de waterwegen gebeurt. En zo is Atjoni een plek onder, dus ten zuiden van het stuwmeer van Suriname, is spontaan uitgegroeid tot een ontmoetingspunt waar men ten zuiden van het stuwmeer
pleegt aan wal te komen om van daaruit de reis naar, naar Paramaribo voort te zetten. En is dus parallel aan het stuurmeer, aan de zijkant, aan de westzijde van het stuurmeer, is dus een geasfalteerde weg over bergen. Het is een hele mooie weg. Ik heb hem vaak bereden. Een van de mooiste wegen, een van de echt mooiste wegen van Suriname, is de weg naar Atjoni, 100 kilometer lang, langs het stuurmeer. Heel goede kwaliteit weg, met goede belettering en er zijn strepen aangebracht en goede signalen. Maar je ziet al dat die weg onderhevig is aan allerlei vormen van onderhoudsachterstanden, waarbij het gras dat naast die weg groeit op bepaalde plekken al de overhand begint te nemen en over het asfalt begint te groeien. En dat betekent dat men moet opschieten met onderhoud om die conditie van die weg goed te houden, want anders gaan we weer extra overbodige aanrijdingen krijgen op die weg, omdat die weg eigenlijk door de overwoekering door de natuur in feite relatief smaller wordt. En dat betekent dat je dan de kans vergroot dat je op elkaar vliegt met die snelheden die men daar maakt. Want er zijn overal wel borden aangebracht van 60 km per uur en 80 km per uur. Dat zijn ongeveer de maximale snelheden. Maar ik kan u verzekeren dat het volk van het binnenland, dat zoveel betrokken is bij snelheidsovertredingen, daar een gemiddelde scoort van boven de 80. Want ik heb zelf op die weg gereden. Het is niet pluis wat je daar ziet, wat er aan snelheden wordt gemaakt. En het is gevaarlijk, omdat door die gebergte kun je op verschillende momenten, als je dus gewoon rechtdoor rijdt, kun je niet zien wat of er tegenliggers komen, omdat je een berg opgaat en niet ziet wat aan die andere kant van die berg aan het aankomen is. Dat is het gevaar van die weg. Maar goed, ik ben geen verkeersverslaggever. Dus ik heb het aan de orde gebracht in het kader van de toegenomen rancune in Suriname onder die bevolking. En in de literatuur pleegt men dit soort ontsporingen in landen te koppelen aan de kwaliteit van het bestuur van het land. De kwaliteit, het is merkwaardig dat na die regeringswisseling van president Santokki, dus dat meneer Bouters naar huis is gestuurd en Santokki de kans heeft gekregen om de Surinaamse bevolking te bewijzen dat hij het anders kan, dat door die wisseling van de wacht men ook direct in Paramaribo de verschillen kan zien. Dan praat ik nog niet eens over de politiek. Ik praat over wat in de eerste instantie aan de orde is. Is het gedrag van de mens. De Surinaamse mens. En dan zie je, iedereen klaart erover tegenwoordig, dat de stad Paramaribo schromeloos, verwaarloosd eruit ziet. Dat er overal zwerfvuil de overhand neemt. En dat zijn wij zelf die het doen. Wij Surinamers zelf. Je kan niet voor alles die overheid de schuld geven, maar wel voor een belangrijk deel. En dat betreft natuurlijk de hygiëne, de vuilophaaldiensten, de manier waarop men in feite omgaat met afvalvuil. Maar het gaat ook over de verantwoordelijkheid van de regering om die stad netjes te houden. En de verantwoordelijkheid van de bevolking, omdat wanneer de overheid zijn uiterste best heeft gedaan om er een mooie stad van te maken, om mee te werken, om die conditie van die stad op niveau te houden, daar zijn wij allen verantwoordelijk voor. En wat je dan ziet, en dat zijn de berichten van de laatste dagen, dat de bevolking enorm klaagt over de stank in Paramaribo en de toegenomen open zwerfvuil, waardoor de stad Paramaribo weer is beland in een onhygiënische vuilnisstortplaats. En het is een oproep eigenlijk die ik doe aan alle Surinamers, van toerist tot ingezetenen, om mee te werken om het gezicht van Suriname, dat is Paramaribo, de hoofdstad, om die het uiterlijk, dat gezicht van Paramaribo weer op niveau te brengen. En dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ja, goed. En dan ga ik terug dus naar de verruwing. En ik heb aangekondigd dat
Suriname. En dan wil ik even het zeggen dat... ik kom straks terug op die kwestie. Maar laat me even, zoals ik gebruikelijk in het begin toch doe, een update geven. Een update over de coronasituatie in de wereld en in Suriname. In Nederland is aangekondigd dat dit weekend, ja, er een versoepeling gaat intreden in bepaalde sectoren wat betreft die coronamaatregelen. Men gaat de teugels een beetje losser laten, omdat er door de bevolking in brede zin geklaagd wordt dat in feite nu het heel duidelijk is dat de getroffen coronamaatregelen de totale economie en sociaal-maatschappelijke situatie in het land aantasten. Nederland leidt eronder. Er gaan talloze bedrijven gaan failliet. Delen van de economie liggen gewoon stil. Vooral de horeca klaagt van dat het nu is het gaat er niet meer om een beperkende vrijheidsmaatregel te treffen. Dat mensen elkaar niet ontmoeten in de horeca vanwege het verspreidingsgevaar van de Omicron variant. Maar dat nu het erop aankomt dat je, als je niet open gaat na zo'n lange tijd gesloten te zijn, dat je liever de tent kan sluiten. Omdat de vaste kosten, de vaste lasten doordraaien, doorgaan en er geen inkomsten tegenover staan. En dan gaat menig bedrijf kapot. Je ziet het in de horeca het ergst. En daar wordt er geklaagd in Nederland, maar niet alleen in Nederland. In de Verenigde Staten, idem dito, in Engeland, in verschillende delen van Europa, over de hele wereld zie je die klacht. En in Afrika, waar het virus iets minder heeft toegeslagen, maar nog wel behoorlijk aanwezig is, zie je hetzelfde, dat die economie en de sociaal-maatschappelijke situatie in die landen eronder leidt. Het beroep wordt tot gedaan aan de politiek, is om een andere strategische benadering te doen postvatten, wanneer men eigenlijk bezig is met de bestrijding van de coronapandemie. Dat men er anders tegenaan moet kijken. Men moet nu ervan uitgaan dat het een lange termijn situatie is. Ik heb het al in eerdere uitzendingen over gehad, dat de medische wetenschappers over de gehele wereld vrijwel met elkaar eens zijn dat die virus, de virale besmettingen, dat het niet een kwestie is van eventjes een vaccinatie, een vaccin ontwikkelen en dan zijn we er vanaf. Nee, de virussen blijven komen. Het is een biologische ontwikkeling van de menselijkheid. Dat overal waar het dierlijk gedrag is en mensen, dat er kruisbestuivingen plaatsvinden met nieuwe type virussen. Ja, waar je nieuwe immuniteit tegen moet opbouwen. Daar gaat het om. Je moet de mens beschermen in biologische zin. Dus dat hij als dierlijk organisme kan blijven bestaan. Dat hij niet wordt aangetast door bacteriën en virussen die in feite het leven, of die levensbedreigend zijn, moet ik zeggen. Ja, dat moet je in de gaten houden. En dus men zegt, dan als je weet dat er een x-percentage dood zal gaan aan bepaalde aandoeningen, zoals men heeft geconstateerd dat roken verband houdt met het kapotmaken van je longen, en dat direct levensbedreigend is, dan treft men maatregelen dat men het roken overal met de wet in de hand gaat tegenwerken. Omdat dat iets is wat je zelf kan bepalen. Je bent niet verplicht te roken. Dus dat, ik geef dat als voorbeeld. En zo moet men zeggen, dat is de kritiek die ik hier en daar steeds feller zie opkomen. Dat men zegt tegen die verschillende regeringen, liever dat je het omkeert, dat je de bevolking sterk maakt om zich te wapenen tegen virussen in het algemeen. Dus dat je de immuniteit opvoert. Doet dingen die de immuniteit van die bevolking opvoeren.
tref maatregelen die jaarlijks op jaarbasis bepaalde virussen en bacteriën buiten de deur houden. Net zoals we worden ingeënt tegen polio en allerlei ziektes. En die Fransen die hebben dat al lang. Die hebben al lang een medisch paspoort waarin bepaalde inentingen, bijvoorbeeld tegen gele koorts, als je naar de tropen gaat, moet je in die Franse gebieden beschikken over een geel paspoort waarin staat dat je ingeënt bent tegen gele koorts, om te voorkomen dat zulke epidemieën, en wanneer ze grensoverschrijdend zijn, spreekt men van pandemieën, dat je die onder controle kan houden. En zo moet men nu in feite de zaak gaan omkeren als men geen garanties kan geven dat men voor 80% door middel van het ontwikkelen van vaccins, dat men meer dan 80%, dus bijna 100% kan garanderen dat men dat virus buiten de deur houdt. Als men dat niet kan, en dat is nu het geval in die medische discussie, die medici, als je die tegengestelde standpunten naast elkaar legt, dan zie je dat ze niet kunnen garanderen dat wanneer je een zogenaamde boosterprik hebt genomen, die dus erin voorziet dat die een grotere dekking geeft met betrekking tot nieuw woekerende virussen, als je die garantie niet kan geven, dat betekent op biologisch wetenschappelijke gronden constateert dat virussen zullen blijven komen buiten die vaccins die je ontwikkelt om ze te bestrijden, dan doe je er beter aan om anders te kijken tegen een virale besmetting en niet je onderwijs dichtgooien en niet je horeca dichtgooien en niet, het is nu zelfs zo dat de bakkerijen die het brood dat men elke dag nodig heeft problemen krijgen omdat mensen dan niet op straat mogen en essentiële, en dan maakt men een onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële winkels. Dat ding wordt broeia, zoals we in Suriname zeggen. En die bevolking begrijpt het niet meer. Die bevolking begrijpt niet meer waar het over gaat. En dat is de paniek en de angst die er de hele wereld te ontwaren is. Je kan het zien in alle landen. En in Suriname is dat natuurlijk ook aanwezig. En dan zie je, ja, in Suriname is onze minister van Volksgezondheid, die loopt alles achteraan. Dus wat heeft hij gedaan? Die heeft nu bekendgemaakt dat hij die verplichte quarantaine van 10 dagen gaat brengen naar 5 dagen. Dus in Suriname zijn om allerlei medische redenen regels gemaakt, wet en regelgeving, over het verplicht in quarantaine gaan van mensen die besmet zijn. En daar is die minister nu bezig versoepeling in te brengen. Ja, en dat is ook ja, iets dat overwogen moet worden. Maar dan moet men goed uitleggen aan die bevolking waarom en waarom bepaalde categorieën daaronder vallen. Dus die versoepelingen. Maar goed, ik verwijs telkens naar die instanties die gaan over de medische of over de volksgezondheid in Suriname. Ik ben er niet om via de radio medische voorlichting te geven. Dat moeten de medische instituten in Suriname zelf doen. Volgt u de richtlijnen van de regering wat dit betreft. En ik hoop dat men in regeringskringen beter dan voorheen de bevolking goed uitlegt waarom men bepaalde maatregelen neemt en waarom men bepaalde maatregelen terugdraait. En dat men constant in discussie met die bevolking zit. En natuurlijk in discussie ook met de deskundigen. En dat die afwegingen die men pleegt te doen, dat betreft een collectieve verantwoordelijkheid van de bestuurders, de politieke bestuurders die die maatregelen treffen. En die de bevolkingsvrijheid, de vrijheid van die bevolking van tijd tot tijd moeten inperken. Ze kunnen alleen maar door een goede communicatie met het volk kunnen ze voorkomen dat die bevolking woelig wordt, onrustig wordt. Want wanneer dat gebeurt, en dat zie je in Suriname en vele landen gebeuren, dan betekent het ook vaak het politieke einde van die regeringen.
Ja, dan gaat die vonk overslaan naar de politiek. En soms hoop je dat dat gebeurt. Dan ben je ook op die manier van de regering af. Maar dat noem ik die verelendingstheorie, zeg maar. Dan, hè. Dus je hebt sommige mensen die zeggen, wanneer dingen fout gaan, laat ze maar fout gaan. Wanneer het heel erg is en de bom barst, dan gebeuren dan vanzelf veranderingen. Maar ik ben niet zo'n denker. Het is een denkrichting die ik verwerp. Je moet zo snel mogelijk optreden om bepaalde dingen te voorkomen. En je moet niet erop aansturen dat mensen zichzelf kapot rijden. Maar je moet voorkomen dat de zaak uit de hand loopt. Nou, tot zover dus over de coronapandemie. En dan had ik toegezegd dat ik even bij die zelfmoorden zou stilstaan. Ik vind het vreselijk, echt waar. Mijn hart doet me pijn om te zien hoe in Suriname de criminaliteit verergert. En dat met name de zelfmoorden. En ik heb het in de vorige uitzending over gehad, maar omdat het pas gebeurd was, ben ik er niet op ingegaan. Maar ik kom erop terug, omdat er nu nog gruwelijkere dingen te zien zijn op het gebied van suïcide, op het gebied van zelfmoord in Suriname. En het laatste wat ik heb gezien, voordat ik met dit programma begon, dat heb ik u al voorgehouden, dat is de gruwelijke dood van een vrouw en haar dochter die samen bengelen in een boom. En ik weet niet of het een vrouw is, dus houdt u me dat ten goede, want het is heel vers verschenen op de sociale media. Maar het zou ook een man kunnen zijn die ik daar heb zien bengelen. Maar in ieder geval twee mensen, een ouder, een volwassene en een kind. Dat is het nieuwe. Dat men anderen meeneemt in deze dood, vind ik gruwelijk. Gruwelijk. En ik wijs erop dat Suriname als klein landje, en dan praat ik nu officieel, ik maak geen grappen. Ik ben geen satiricus en ik ben geen komiek. Ik breng het nieuws in alle ernst. En dan kan ik u zeggen, we staan op de vierde plaats van de wereldlange ranglijst van zelfmoorden. Suriname, klein landje, met nog rond de 600.000 inwoners. We hebben nog geen miljoen inwoners in Suriname geregistreerd door officiële tellingen. Ja, en wij staan op de vierde plaats van de wereld. Dus met andere woorden, als je ons vergelijkt met landen met een miljoenenbevolking. De Verenigde Staten heeft bijna 300 miljoen mensen. Brazilië heeft meer dan 200 miljoen inwoners. In China praat men over 1 miljard naar 2 miljard gaande. India, idem dito, meer dan een miljard inwoners. Dus als je die landen bekijkt die vele malen groter zijn dan de Surinaamse bevolking, dan staan we toch op de vierde plaats in de wereld. Wij zijn nummer 4, Oewindemang, met zelfmoorden. Dan is het ergst gesteld. En dan kan ik u zeggen, als je naast deze macabre, en ik weet niet hoe ik het moet uitdrukken, ik heb geen woorden ervoor, hoe erg het is, die score, dat het is niet om naar huis te schrijven, dat zegt men in fatsoenlijk Nederlands. En het is zelfs angstig en levensbedreigend voor ons allemaal. Dat het steeds dichter bij onze voordeur komt in Suriname. En dan zeg ik, dit is een acuut probleem. En dan hebben we daar, op dat ministerie, hebben we een jonge vent van, die minister van Volksgezondheid is. En die op geen enkele manier de coronapandemie onder controle heeft. Die met bijna alle beroepsgroepen binnen die zorgsector en binnen de medische sector, dat die daarmee op voet van oorlog zit. Enorm, en dat heb je overal in Suriname, ontstaan er competentieproblemen. Men gelooft niet in het gezag van de deskundigen, en dat is dus ook op volksgezondheid het geval. Maar dat op volksgezondheid betekent dat direct te vertalen is in het aantal sterfgevallen. Ik heb u in de vorige uitzending al erop gewezen dat in Nederland men de mortaliteit, de sterftecijfer, de oversterfte, dat men dat in verband heeft gebracht al met de coronapandemie, dat je aan de statistieken op jaarbasis kan zien het aandeel van de coronapandemie in de oversterfte, noemt men dat. Dus dat zijn
de meerdere sterfgevallen per categorie en per tijdsvak die men met elkaar vergelijkt. Men vergelijkt jaren met elkaar. En dan ziet men dat in de tijden van de heersende coronapandemie in Nederland, en ik maak even die stap naar Nederland, een land waar de statistieken op orde zitten en waar de handhaving op een hoger niveau plaatsvindt, dan zie je dat die mensen constateren dat je duidelijk kan zien dat de mensen die doodgaan, dat er een substantieel groter aandeel van diegenen die gestorven zijn, dat dat te maken heeft met de heersende pandemie. En dan zeg ik, voor Suriname moeten we in feite nu de noodklok luiden dat het 5 voor 12 is en dat naar aanleiding van de score die wij maken op het gebied van zelfmoorden in de wereld, daar staan wij volgens de officiële cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie staan we op de 4e plaats in de wereld, ja, met zelfmoorden. En Surinaamse artsen hebben daar al lang op gewezen en er is vooralsnog geen ontwikkeling in te zien. En wat nieuw is dat je ziet dat die zelfmoorden nu ook steeds meer voorkomen in het binnenland, waar er ook sprake is van een botsing der culturen. En je ziet het dus op alle niveaus van de Surinamse samenleving, dat wij niet een gelijkelijk denken hebben over elkaar. En we hebben, en dan ga ik nu overschakelen naar andere nieuwsfeiten, omdat die verband houden hiermee. De Verenigde Naties heeft in verschillende instituten waar zij in feite mee te maken hebben, heeft de Verenigde Naties allerlei rapporten de wereld ingestuurd al enkele jaren geleden, dat het is opgevallen dat in Zuid-Amerika en in het Caribisch gebied, men had het met name over die regio, Caribisch gebied en Zuid-Amerika, dat opvalt dat die bevolkingssamenstelling van die aard is dat je kunt spreken van een zeer ongelijke ontwikkeling per land van die bevolking, zowel regionaal als inhoudelijk. Dus die maatschappijen zijn onevenwichtig, ook qua politiek is er altijd onrust, de politiek wordt door andere factoren beheerst, ja, en het komt erop neer, en dan geef ik het voorbeeld van Suriname, je hebt een deel van die bevolking die woont in het zuiden, ja, en die zijn structureel minder ontwikkeld dan die anderen die in het noorden wonen. En het komt niet door die mensen. Die mensen kunnen er niks aan doen. Die mensen worden schromelijk verwaarloosd en bevinden zich in een achterstandspositie. En dan zit een vicepresident wel te schermen met een heleboel goud. En zijn tweede man, meneer Bordeaux, die omhangt zich met ik weet niet hoeveel kilo's goud om zijn hals, om aan te geven hoe bemiddeld men is, dat men beschikt over even geld en goud. Maar de ontwikkeling van het gebied waar men vandaan komt, laat de wensen over. En dat is dus, dat leg ik uit. Dus daar heeft de Verenigde Naties al in verschillende rapporten, en ik lees die rapporten, er is ook in Suriname, is er heel veel in de geschiedenis armoedeonderzoek gedaan. En ik verwijs met name aan rapporten van de inmiddels overleden Derek Ferrier, die met zijn instituut CESWO op dit soort zaken heeft gewezen vaak. Ik verwijs naar studies van de Universiteit van Suriname, de ADEC Universiteit, van met name meneer Schalkwijk, over het armoedevraagstuk in Suriname. Is er genoegzaam onderzoek gedaan. Er is nog, als we nog dieper de geschiedenis ingaan, is er na de Tweede Wereldoorlog, met name in de jaren 70, verwijs ik naar het rapport van professor Kruijer. Ja, dat zijn van die isotopen die van tijd tot tijd in die sociale wetenschappen aan de bel hebben getrokken van mensen. De bevolking in Suriname kan met diverse structurele achterstanden. En die bevolking is ongelijk ontwikkeld. Dat mensen uit Albina kun je niet vergelijken met mensen vanuit Paramaribo. Met mensen uit Saramaka. Met mensen uit Coroni. Met mensen uit Mikeri. Ze zijn allemaal ongelijk ontwikkeld. De ene weet meer van landbouw,
maar weet niks van mijnbouw. De ene weet het ene en ander van mijnbouw, maar niks van visserij. De andere, mensen, alle zijn ze minimaal aanwezig in de Surinaamse wateren. Suriname heeft een zeer slecht ontwikkelde visserijsector. Ja, er zijn buitenlanders die voor ons komen, de vissen komen vangen, met name de Guyanese. En wat zie je wat het beleid doet? De president is een van de eerste dingen die hij heeft gedaan. Toen hij president werd, heeft hij bekendgemaakt dat hij de visvergunningen van het buurland Guyana, van die vissers die komen roven in Surinaamse wateren, die zou hij gaan uitbreiden. Ja, dat kunt u zich voorstellen. Een van de eerste beslissingen van president Santokki. En dat was dat hij de bevolking meedeelt dat de Guyanese vrij mogen komen vissen in Surinaamse wateren. Terwijl die Guyanese, en dat weet hij als politieagent, moet hij hebben geweten. De Guyanese zijn de grootste rovers, zijn zo bekend in Suriname, dat ze in die visserij het meeste kwaad hebben aangericht. Alle Surinamers kunnen u dat vertellen. Dat die bevolkingsvisserij, dat de dienst daar wordt uitgemaakt door Guyanezen, die op Surinaamse bodem wonen en die vis direct naar Guyana brengen. En wat doet die president? Die zegt niet, hij gaat die visserijsector ontwikkelen. Nee, hij zegt, hij gaat Guyanese boeven, gaat die meer volmachten geven om wettelijk nu, dus hij gaat ze vergunning geven om wettelijk te komen roven in Suriname en die vis naar Guyana te brengen en te verkopen als Guyanese vis. Dit is het toppunt van onkunde. Ja, en dat zie die bevolking. En daarom zeg ik, de schreeuw, de roep van de Surinaamse bevolking wordt steeds duidelijker dat er nu niet politiek geregeerd wordt. En voor zover er wel geregeerd wordt, worden de domste beslissingen genomen. En ziet men machinaties waarbij men, omdat men geen ontwikkeling kan brengen, dan nodigt men buitenlanders uit om allerlei dingen te komen doen, om te kunnen zeggen, om te kunnen feinzen alsof er iets gedaan wordt. Maar er wordt niks gedaan, het land wordt alleen weggegeven. En daar ga ik nou enkele voorbeelden van geven. Ik laat even het onderwerp van die zelfmoorden voor wat het is. En dan ga ik even naar het nieuws wat ons bezighoudt. En omdat er is zoveel nieuws, moet ik inleiding geven om het nieuws te kunnen interpreteren. Want het nieuws is heel veel. En dan wil ik nu zeggen wat in Suriname speelt. Simpel een aantal dingen. Laten we beginnen bij de actualiteit van de mediastrijd die er nu. Er is een soort mediaoorlog op lokaal niveau in Suriname. En het merkwaardige van deze mediaoorlog, van media die elkaar niet solidair bejegenen, maar die in feite in dezelfde vijver aan het vissen zijn en zich als concurrenten van elkaar opstellen, dat is de kwestie van die journalist Jason Pinas, die onheus is behandeld door de veiligheidsmensen van de vicepresident. En die zaak is voorgegaan. En ik moet u eerlijk zeggen, ik volg die zaak niet hoor. Ik vind die zaak zo onbelangrijk. Maar, daar wil ik het nu over hebben, dat die vereniging van Surinaamse journalisten, die plotseling een soort activiteit heeft ontwikkeld, alsof ze een pseudo-regering zijn van Suriname, alsof de vereniging van Surinaamse journalisten bepaalt wat er in het land moet gebeuren, die zijn nu zeer zwaar in opmars. En hoe komt dat? Dat komt omdat er zijn dingen gaande in het land. Ik heb u altijd gewaarschuwd ervoor. En laat me dat ding goed benoemen nu weer. De Surinaamse politiek en de Surinaamse maatschappij, de sociaal-economische ontwikkeling in het land, worden nu relatief sterk bepaald door de macht van het handelskapitaal. Het handelskapitaal, nou wat eenvoudiger zeggen, dat zijn een groep zeer rijke handelaren die niks produceren maar handelen en heel veel geld hebben. Ze zitten in het bankwezen. Ja, daar zijn ze genesteld, want ze houden van het geld. En ze doen allerlei zaken. Ze zijn importeurs, exporteurs.
En die hebben zich gegroepeerd om de heer Santoki, omdat hij president is en een etnisch beleid voert. Hij voert een raciale politiek wat betreft het geven van gunningen, het verstrekken van vergunningen. Wordt er een beleid gevoerd van names en faces, van family en friends. En dan zie je dus dat die groep de president omringt. Maar die groep, die heeft ook invloed in die samenleving. En met name invloed in die media op een indirecte manier. En hoe uit die invloed zich? Die uit zich doordat die groep de president financiert. En die president beschikt over allerlei potjes waarmee hij alle Surinaamse journalisten aan het werk kan helpen. Hij kan ervoor zorgen dat er een zogenaamde nieuwe communicatiedienst ontstaat en dat er allerlei mensen daar werken. Maar de vraag is, hoe stellen die mensen zich op tegenover de regering? Dus, zijn ze in staat om fundamentele kritiek te leveren, die regering te controleren, et cetera? Nee. Dan zie je, en daar wil ik naartoe, dat de positie van de Surinaamse journalistiek is twijfelachtig aan het worden. Waarom? Omdat je ziet nu, dat en dan ga ik wijzen op de meest recente problematiek die speelt, en dat is een analyse die ik voor mijn eigen rekening neem. Ik heb gezien dat er nu in Suriname een soort, ja, een kleine vrouwenoorlog woedt. En het is een oorlog tussen de vrouwen die het gemaakt hebben in die politiek qua naamsbekendheid. Niet qua macht, maar qua naamsbekendheid. En een van die vrouwen is Safira Yesrun. Safira Yesrun is nu ter sprake omdat zij onlangs president-commissaris is geworden van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Dat wil zeggen, een opposant die een rol heeft vertolkt in de verkiezingscampagnes. Bij de laatste verkiezingen, waarbij Santoki aan de macht is gekomen, heeft Safira Yesrun op het laatst een soort pressiegroep gevormd die de bevolking heeft opgeroepen om slim te stemmen. En ten onrechte is toen op haar het etiket geplakt door de vorige president Bouterse, die heeft op Safira Yesrun een verkeerd label geplakt alsof zij door de slim stemmers hebben gemotiveerd die verkiezingen heeft gewonnen door de slimme stemmers. Terwijl dat niet waar is. De verkiezingen is gewonnen doordat de NDP 10 zetels minder heeft gehaald. 10 zetels. En dus het zijn de NDP'ers die het hebben gedaan. Het zijn NDP'ers die hebben gezegd, we steunen die president Bouterse niet meer. Daar ligt die hoofdoorzaak. En dan ga je verder gaan onderzoeken. Maar Bouterse heeft ervan gemaakt in zijn speeches die enorm bekend zijn vanwege het hoog entertainment gehalte. Bouterse is een grote clown, dat weten we. Dus hij is een entertainer. Dus met heel wat saus heeft hij kenbaar gemaakt dat er niet zo slim is gestemd op meneer Santoki. Want Bouterse houdt ervan om Santoki in een belachelijke context te brengen. Hij noemt hem ook sheriff. En allerlei andere koosnamen die Santoki heeft gekregen vanuit de NDP. En in die periode, dus die laatste fase van die verkiezingen, is Safira Yesrun bekend geworden in Suriname als actievoerder pro de criticasters van de heer Bouterse. Ja? En heeft zij in feite, het wordt zij in verband gebracht met de verkiezingswinst van Santoki. En wat niet correct is. Het is niet goed geanalyseerd. Maar goed, daardoor is ze bekend geworden. En je ziet, het heeft zich direct uitgekeerd in een loon. En wat is die beloning? Dat is dat zij nu een op de directeur van de SLM na de belangrijkste persoon is in het luchtvaartgebeuren in Suriname. Moet je nagaan. Goed, maar nogmaals, het is haar gegund. Een vrouw die hoge positie heeft bereikt. Dus dat willen we zeggen, dat is niet zomaar geschied. De mensen in Suriname, hoop ik niet dat ze boter in hun hoofd hebben. Maar dat ze Safira Yesrun die positie hebben gegund.
Maar dat heeft ertoe geleid, we moeten ook kijken naar die gelijktijdige aderlating bij de SLM, dat Rajan Palatsing, de president-commissaris, dat die ook direct heeft bedankt. Ja? Ik laat even in het midden die volgorde. Wie eerst heeft bedankt voordat Zafira Yasrin in de ether kwam. Maar het komt erop neer, wie verlaat ook het schip? Dat is Cairo in de Raad van Commissaris. Heeft Cairo bedankt en heeft meneer Gummels, J. Gummels heeft ook bedankt. Ja, ik weet niet of het een meneer of een vrouw is, maar dat zijn die namen die genoemd zijn. Die hebben bedankt bij de SLM op het moment dat Zafira Yasrin als nieuwe persoon wordt genoemd als zijnde de president-commissaris van de SLM, hè, de Suriname Airways. En dan wil ik u zeggen dat tegelijkertijd in het nieuws is dat in Engeland de SLM is aangeklaagd door Aircraft Engine Lease Finance, dat is de AELF. Die hebben de SLM aangeklaagd voor een schuld van bijna 4,5 miljoen dollar. Die de SLM verschuldigd is, ja, aan verschillende schuldeisers. En die schulden houden verband met de lease van de A340-300 Airbus. En die dateren van het jaar 2020. Ja, dat er zoiets loopt. Dus ik wijs op die inconsistentie. Dus terwijl die maatschappij aan het wankelen is, onder het nieuwe bewind van De nieuwe CEO, Paul de Haan, een Nederlander, die is aangetrokken om de SLM te saneren, zie je dus allerlei wisselingen van de wacht en tegelijkertijd een aanklacht van een leasemaatschappij, de Aircraft Engine Lease Finance, de AELF in Engeland, wordt de SLM aangeklaagd. Hè? Dus dat is SLM moest go pay, hè? Dat is een schuld. Maar tegelijkertijd doet ook een bericht de ronde. En dat is zo dat dit weekend begint de GOL. De GOL, de GOL is een Braziliaanse luchtvaartmaatschappij. Begint met vluchten tussen Paramaribo en Belém en Brazilië. Ja, die GOL die heeft zijn hoofdkantoor in São Paulo. Ik heb het in de vorige uitzending behandeld. En die is bezig voet aan de grond te krijgen in Suriname. Ja, dus die SLM is al omringd, het kadaver van de SLM is al omringd door maatschappijen die lijkenpikkers zijn, die wachten op het stervenssignaal van die SLM. En dat zijn de KLM, die samenwerken met de Air France. En je hebt dus nu de GOL. En waarom is die GOL belangrijk om te volgen? Omdat ik u in die vorige uitzending heb gezegd, en ik herhaal het nu, want het is belangrijk, dat Nederland een van de financierders is van de GOL. De nieuwe zogenaamde Braziliaanse maatschappij die in opmars is. En die nu al wordt gerekend tot de grootste van Zuid-Amerika. Ja, met een vloot van meer dan 100 vliegtuigen. Ja, is de GOL een beetje aan het groeien in Zuid-Amerika. En de Nederlander die daar de baas is in de Raad van Toezicht van de GOL is Camille Turlings, een CDA'er die in de luchtvaart in Nederland, niet zo'n goede naam had in de relatie luchtvaart en politiek in Suriname. In Nederland bedoel ik, sorry. In Nederland had Camille Turlings van het CDA problemen in de relatie politiek-luchtvaart. Ja, daar is heel wat om te doen geweest, waar ik bewust niet mee even in de diepte ga, anders wordt het ding onbegrijpelijk voor Suriname. Ik wijs er even op dat Camille Turlings niet een groentje is. Het is geen groentje die daar zit. En dan wordt hij geworpen in een arena met meneer Paul de Haan en met Zafira Yasrin nu. Ja, dat is dus een makkie voor meneer Paul Turlings om daar met zijn nieuwe maatschappij GOL voet aan de grond te krijgen in Suriname. En ik ga er niet verder in de diepte, want die tijd heb ik niet, want ik zie dat de tijd al behoorlijk gevorderd is. Maar wat wil ik hiervan zeggen? Dat dus in plaats dat onze energie, onze kennis en kunde, onze schaarse financiën
aangewend worden om de SLM te versterken als Surinaamse nationale carrier. Ja? En een van de ontwikkelingsroutes die is aangegeven, kan ik kort samenvatten. Men heeft gewoon gezegd, hef die SLM, die oude SLM, hef hem op. Ja? En we noemen dat in bedrijfskringen de sterfhuisconstructie. En begin met een totaal nieuwe, goede Surinaamse luchtvaartmaatschappij die bevrijd is van die geschiedenis van de SLM. Ja, dan kan je een nieuwe start maken. Dat doet men niet. Men is aan het sleutelen en mensen aan het weghalen en weer gaan proppen in die SLM. En ik wil u wijzen, dus er is een nieuwe speler op die markt gekomen. Dat is de Gol. En ik voorspel u dat door de komst van de Gol de positie van de KLM Air France is versterkt. En Suriname dus een beleid voert door zich te laten omringen in die luchtvaart. Door sterke spelers die gewoon die markt van de SLM gaan afpakken. En die de kansen die er waren en zijn om de SLM te reorganiseren en te laten groeien. Die kansen laat die regering van Turkije liggen. En dat zeg ik in macro opzicht, macro-economisch bekeken, zie je dat die speelruimte om de SLM te redden, door de SLM zelf, wordt verkleind. Dus het ziet er hopeloos slecht uit voor de Surinaamse luchtvaart. En dan, om niet negatief over te komen, wil ik nog dit eraan toevoegen. Ik vind persoonlijk dat men in Suriname bij het aanpakken van de reorganisatie van de luchtvaart, dat men uit moet gaan van het principe, zorg ervoor dat jouw lokale luchtvaart, dat wil zeggen de binnenlandse luchtvaart van Suriname, dat die 100% stabiel is. Zorg daarvoor dat je landingstrips, je vliegtuigenvloot, je vliegtuigmaatschappijen, dat die een stabiel beleid hebben en gebruik de expertise van de mensen die een lange ervaring hebben in Suriname, om die binnenlandse luchtvaart goed te faciliteren, uit te breiden en de airstrips te vergroten. En waarom zeg ik dit? Want dan krijg je technisch inzicht in die luchtvaart vanuit een minder ingewikkeld model. Krijg je technisch inzicht hoe je dingen aan moet pakken en maak overeenkomsten met grotere luchtvaartmaatschappijen, dat zijn vaak die multinationale maatschappijen, waarbij je rekening houdt met de luchtvaartpolitiek. Maar het gaat niet, kijk, tegenwoordig heb je overal goede vliegtuigen, daar gaat het niet om. De techniek heeft men wel onder controle, maar het gaat om de markt, de luchtvaartmarkt, moet je ervoor zorgen dat wanneer het gaat om de markt waar Suriname aan deelneemt, dat Suriname ook in die markt een sterke positie inneemt. En wat zien we nu? We hebben als Suriname hebben we Nederland ingeschakeld om onze positie op die markt, waar Nederland zelf belanghebbende is en dus ook opereert. Moet dus een Nederlander huren we in. We betalen een Nederlander met Surinaamse belastingcenten om ervoor te zorgen dat in die luchtvaartmarkt, waar de KLM en de Air France ook optreden, dat wij een plaatje krijgen in die luchtvaartmarkt. Dat geven we onze concurrent, geven we een machtspositie in de Surinaamse luchtvaart. Dat is die verkeerde constructie die er is, wanneer je het politieke licht erop laat schijnen. En dan zie je dat de situatie in die luchtvaart zodanig wordt aangepakt dat wij steeds minder ruimte overhouden om een eigen stabiele luchtvaart op die Surinaamse grond van de grond te krijgen. Ja, wij bengelen achter die grote grootmachten aan en we hebben het nu structureel gemaakt. We hebben onszelf in feite de politieke macht die we hadden geven uit handen. En ja, dus dan heb je direct meneer Bolsonaro die op bezoek wil komen om die les te leren aan die Surinamers hoe die internationale markt eruit ziet. En ik heb verwezen in mijn vorige uitzendingen dat de komst van Bolsonaro naar Suriname, dat die niet is een vriendjespolitiek om de zoete broodjes te komen bakken met Suriname. Bolsonaro gaat Suriname de les komen lezen dat wij in een
verkeerd vak zitten. Namelijk, wij zijn deel van een totaal andere economische marktgroep. Dat is die groep van de socialistisch-communistische landen in Zuid-Amerika. Met aan kop Cuba en Venezuela. En dat zijn arme landen, die hebben eigenlijk niks in de melk te brokken financieel technisch. En die dansen naar de pijpen van weer andere grootmachten. Dat zijn de Russen en de Chinezen. We zitten in dat vakje. Terwijl in de economische ontwikkelingen, zowel van Guyana als Suriname, zie je dat er multinationals die een sterke positie innemen in de westerse kapitalistische landen, dat die nu aan het groeien zijn in Suriname. En ik denk, ik maak een deductieve analyse zoals men dat noemt, en, want men geeft ons de gegevens niet. Wij moeten van de buitenkant kijken van wat er binnenin gebeurt. En ik zeg, ik denk dat die Brazilianen, en met name Bolsonaro, die de vertolker is van de ultra-rechts-conservatieve zijde van de Zuid-Amerikaanse politiek, die komt een grens trekken voor Suriname en Guyana, hoe zij zich dienen op te stellen. Want zoals u weet, is Guyana heeft een regering van de PPP, en de PPP is eigenlijk wat in Suriname zou zijn, de NDP. De PPP is gekoppeld aan het communisme en aan de socialistische ontwikkeling van partijen in Guyana. En dan moet ik u zeggen, ik ben niet antisocialistisch, maar ik wijs u op de werkelijkheid. De werkelijkheid is dat Guyana, doordat ze een PPP-regering hebben, in feite Suriname meeslepen in het kamp van Venezuela en Cuba. En ik denk dat Amerika aan die Brazilianen heeft laten weten van, hé, Brazil, vertolk jouw taak als politieke waakhond in Zuid-Amerika van het kapitalisme. En ga die kleine jongens daar van Guyana en Suriname aan hun oren trekken dat zij onderdeel moeten uitmaken van ons machtsblok in de wereld. En geen spelletjes moeten gaan spelen met die olie en het goud van Suriname, om die in handen te brengen van landen die in onmin leven met de Amerikanen en de Europeanen. Dat, ik zeg het even kort door de bocht, want dat ding is niet moeilijk iets. Het gaat om de macro-economische krachtsverhoudingen in het veld in Zuid-Amerika, dat Suriname helemaal verkeerd is opgesteld. En ze hebben Brazilië de functie gegeven om dat eventjes als buurland, is Brazilië belanghebbend. Brazilië is bezig via Manaus en Boa Vista een snelweg te trekken naar Georgetown, om daar zich te gaan bemoeien met de olie-exploitatie van Guyana. Daar heeft Brazilië het op gemunt. En Brazilië is ook de concurrent van Venezuela. Dus heeft er alles aan gelegen, dus dat ze Irfan Ali, de president van Guyana, even tot de orde moeten roepen. En daarvoor is er een tripartiet overleg gepland in Suriname. En Suriname legt het niet zo uit. Die doet alsof, ik heb die foto bestudeerd. Ze hebben een foto geproduceerd daar van de Nationale Voorlichtingsdienst, waarbij Santokhi met Bolsonaro is geconstrueerd op een foto met Irfan Ali van Guyana, dat er een tripartiet overleg is volgende week. En hij heeft alleen Santokhi een soort ambtsketen op. Santokhi met de ambtsketen. Dus als iemand die drie heren niet kent, naar die foto kijkt, dan is Santokhi de baas. Ja, die hebben ze met zijn ambtsketen, dat het een belangrijke man moet zijn. Bolsonaro staat in het midden. En dan heb je aan de andere kant heb je Irfan Ali. Ja, terwijl de volgorde is anders. De volgorde is, maar Bolsonaro is de baas. En dan komt Irfan Ali, die grenst aan Venezuela. En die hulp nodig heeft om Guyana te beschermen tegen Venezuela. En dat moet Bolsonaro komen bespreken. En die dag, dan neemt hij in één hap die Surinamers mee, die ook verkeerd aan het marcheren zijn. En die conferentie wordt dan in Suriname gehouden. Dat is de aard van de politieke, dat is die politieke betekenis van die bijeenkomst Bolsonaro, Irfan Ali en Santokhi.
En laat niemand u ringeloren met andere feiten. In de war brengen met een brug die wordt gebouwd en ik weet niet wat allemaal meer. Om die Surinamers helemaal blind te maken voor wat er werkelijk plaatsvindt. En dan wil ik wijzen ook erop dat de tweede economische factor die een rol speelt is de mijnbouw en de goudexploitatie daarbinnen in het bijzonder. En dan wil ik u dit zeggen over die mediastrijd, daarmee eindig ik, want ik zie dat ik ben gekomen op het einde van mijn tijd. Ja, wil ik dit nog even. Er is een vrouwenstrijd in Suriname gaande tussen belangrijke vrouwen die al langer aan de weg timmeren. Ik noemde al Safira Yesrun. Ik noem ook Nita Ramcharan van Star News. Ja, die met het advocatenbureau van meneer Schuurman de Star News heeft opgezet. Wat een bijzondere prestatie is. Maar Nita Ramcharan is nu in een soort oorlog verwikkeld met Maisha Neus. Ja, van de leidster van de politieke partij Stree. En ik kon mijn ogen niet geloven toen ik bericht van Nita Ramcharan las. Met daaronder een cryptische opmerking tegen Maisha Neus. Dat Maisha haar neus niet moet steken in journalistieke aangelegenheden. En die Maisha Neus, die is ervan geschrokken. En die gaat allerlei verklaringen afleggen nu dat ze geen journalist is. En dat ze wel een programma gaat behouden als programmamaker. Ik zeg, Maisha Neus die moet zich niet aantrekken van Nita Ramcharan. Die niks te vertellen heeft over de media. Al is ze voorzitter van de Surinaamse journalistenvereniging. Die nooit iets hebben betekend in Suriname. Maar nu Santokki de president is. Het spijt me het zo te moeten uitdrukken. En het handelskapitaal, de VAP, een sterke positie gunt in Suriname, voelt Nita Ramcharan alsof zij nu voor de moraal en de ethiek in Suriname de dienst uitmaakt. En zij gaat uitmaken of Safira Yesrun terecht zit als president-commissaris van de SLM. Zij gaat uitmaken wat de ethische principes van Maisha Neus moeten zijn, omdat Maisha Neus voor het startkapitaal van een van haar bedrijven is gaan kloppen op de deur van de vicepresident. Dus Suriname doet zaken met Brunswijk als vicepresident, maar niet aan maar Maisha Neus mag niet naar Brunswijk gaan om een bedrijfstechnisch probleem op te lossen. Dan worden direct gebracht in de sfeer van ethiek en moraal. En dan zeg ik bij mezelf, ze moeten mij niet voor de gek komen houden. Want wanneer Sarju, een van de puissante rijkste Surinamers, in de staan, wanneer hij met zijn kapitaal nu de VAP steunt, en iedereen in Suriname weet dat hij een krant heeft, dat hij dus die media bepaalt, ja, hem mede bepaalt, dan zeg ik tegen Nita Ramcharan, laat ze zich gaan bemoeien met het bestrijden van die krant, de Times of Suriname, de Surinaamse Times. Ja, dan gaat ze zien wie ze tegenover zich krijgt daar in die binnenlandse verhoudingen. Dus we moeten die zaak niet door elkaar heen behandelen. En nu is dus Jason Pinas, is dus de hype in Suriname, daarmee eindig ik. Jason Pinas is voor het gerecht gekomen. De zaak loopt nog. Ik heb begrepen dat in maart een volgende sessie volgt. Maar ik laat mij niet ter linge rollen. Ik doe niet mee met die opgeklopte media hype. De beveiliging van Brunswijk heeft een fout begaan door meneer Pinas af te tuigen. Meneer Santokki heeft als president van het land samen met Brunswijk hebben ze de verontschuldigingen aangeboden. Dus dat vind ik een goede geste waarop we moeten voortborduren. Maar we moeten niet nu gaan doen alsof Brunswijk oorlog heeft gemaakt met de media. Ja, want zogenaamd heeft zijn beveiligheidsdienst heeft Jason Pinas aangevallen. Dus de persvrijheid in Suriname is in gevaar. Ik zeg, laten we onszelf niet belachelijk maken. Die persvrijheid is allang in het gevaar. En dat komt niet door Jason Pinas en de beveiligers van Brunswijk. Dat komt door de macht van het handelskapitaal in Suriname. Heeft allang alle media onder controle. We zijn toch allemaal getuigen ervan dat onze collega, die bij de NPS zat en een heel populair programma had.
ook in de fout is gegaan. Hij is beland in een zedenzaak. En toen is hij even uit de running geweest. En die man, die is nu in dienst van de president. Dus we zien in Suriname gewoon op de televisie, zie je die machinaties, dat iemand die eerst met het NPS-pet op journalistiek bedrijf, ik moet u zeggen, heeft het wel heel keurig aangepakt door van tevoren aan te kondigen. Dat zeker nog, over Wintellegd. Juist, Wintellegd. Die heeft keurig verkondigd dat hij nu een politieke pet gaat opzetten en dat hij een stapje terug doet in de journalistiek. Dus we kunnen Wien van niets verwijten, maar ik wil alleen aangeven wat er nou met Wien is gebeurd, dat diezelfde Wien, ja, die is nu in een heel ander uit een heel ander vaatje aan het tappen, wat hem niet kwalijk te nemen is. Maar dat is de situatie in het land. Want iedereen moet vechten voor zijn brood. En ik vind dat niet aan Amsharan, dus andere Surinaamse journalisten, de ruimte moet gunnen om in het veld van het ondernemerschap hun weg te zoeken, zonder dat ze de ethische codes overtreden. En men moet er geen opgeklopte zaak van maken dat het feit dat Brunswijk zijn beveiligers Jason Pinos een paar grammen hebben gegeven, en om dat te gaan opkloppen tot een soort nationale zaak waarbij de eerbaarheid van de Surinaamse journalistiek is geschonden. Ik geloof daar niet in. Ik zeg gewoon dat die beveiligers van Brunswijk moeten worden geschoold. En dat zij, ik had tot voorbeeld gegeven in het begin van het programma van een aap met een scheermes, dat je mensen die niet goed zijn opgeleid niet in verantwoordelijke positie moet zetten. En dat geldt ook voor meneer Brunswijk zelf. De ABOP heeft deficiënte elementen in hun organisatie. Ja, dat is de oorzaak. Niet het feit dat de Bosland-Creolen in Suriname tegen de media zijn. Dat is niet aan de hand. En Nitaram Sharan moet zich ook beter laten scholen om die verantwoordelijke positie die ze pleegt of denkt te moeten innemen in Suriname, om de moraal te bewaken, om dat op een juiste manier te doen, heb jij intellectuele vaardigheden nodig die ik meen te zien ontbreken bij mevrouw Namsaran, hoewel ze een zeer goede schrijfster is en een respectabel bedrijf heeft opgebouwd, moet ze toch niet naast haar schoenen gaan lopen. En ook de ruimte gunnen aan Masha Neus om te groeien in de journalistiek. En wie is niet aan Namsaran? Die komt bepalen voor Masha Neus wat journalistiek is en wat niet. Ieder Surinamer heeft het recht om journalistieke producties te maken. Daar heeft Nitaram Sharan niks over te vertellen. En het geldt voor de totale Surinaamse media situatie. Want ik kom ook uit de mediawereld. En ik ben ook mishandeld door die politici die nu aan de macht zijn in Suriname. Maar ik ben niet rancuneus. Ik verdedig hun. Op dit moment zeg ik, laten we die kleine ruimte die er nog is om met die regering ordentelijk Suriname te maken, laten we die ruimtes benutten en op een juiste manier strijd voeren tegen deze regering, zodat we de kool en de geit sparen en het kind niet met het badwater weggooien. En ik zeg, want anders blijft er van Suriname niks over. Als dat beetje wat er is en die paar vrouwen die nu furoren maken, dat zijn Safira Yasrun, Nitaram Sharan, Maisha Neus, doen er beter aan door samenwerkingsraakvlakken te zoeken om met elkaar samen te werken om de positie van de vrouw in Suriname te versterken en niet opgeklopte hypes forceren rondom een uit de hand gelopen incident met Jason Pinas en te doen alsof de hele rechtsstaat wankelt, want dat is niet waar. Wij hebben zelfs in het verleden Anton de Kom weggejaagd uit Suriname. We hebben meneer Familier in die gevangenis gezet voor niks, 40 dagen. En we hebben Samson, een jurist en een econoom van allure in Suriname, die hebben we verboden dat hij het woord narcist niet gebruiken. Dat is wat er aan de hand is in Suriname. We maken ons belachelijk. En dat doen we alsof het probleem is Jason Pinas, die door een paar onverlaten die in dienst zijn van Brunswijk een pak slagen heeft gekregen. Ik vind dat die mensen die dat hebben gedaan gestraft moeten worden. Maar we moeten niet generaliseren
naar de media toe, alsof er iets mis is met de Surinaamse media. Want dat is niet het geval. Ik heb respect voor ABC, Radio, voor Apinti, voor de lange strijd die Apinti onder andere heeft gevoerd om de radiojournalistiek te zijn wat ze zijn. Laten we die dingen koesteren en niet nu door te gaan lopen achter de verlangens van het kapitaal van de handelsklasse in Suriname, die hele mediastructuur kapot te maken. Laten we dat niet doen. Laten we meer mensen gaan scholen in de journalistiek en met name de mensen van de ABOP te leren hoe het hoort in de journalistiek. Dan hebben we meer bereikt dan nu het justitiële apparaat dat in handen is van het handelskapitaal, om dat te gaan gebruiken om een paar kleine journalisten in Suriname die er nog zijn, het leven zuur te maken. Dit was het voor deze keer. Ludwig van Milieu voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht. Ludwig, bedankt en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.